Welkom in de Grote Sint-Laurenskerk van Alkmaar. De Grote van Hagebeer-Snitke-orgel hier in deze kerk heeft al een hele lange staat van dienst als het gaat om Bach-interpretatie. En Bach staat ook bij deze lesvideo centraal. Ik heb gekozen voor het Preludium uit de Prelude en Fuga in C, Bachwerkenverzeichnis 545. En dat was een stuk. Uh, dat kennelijk al in de 18e eeuw buitengewoon populair was. Uh, dat kunnen we zien aan het enorme aantal kopieën dat er van overgeschreven is. Handgeschreven kopieën, afschriften worden die genoemd. En voor wie daarin geïnteresseerd is, kijk eens op Bach Digitaal. En daar zijn meer dan 30 van die handschriften te vinden. Ik heb er hier twee op de lessenaar staan. Uh, dat gaat om de beide versies van de prelude. Die u in deze video te horen krijgt. De zogenaamde A-versie, dat is een iets kortere versie. Die geldt als een wat vroegere variant van dit stuk. En de ja, meer gebruikelijke versie, die in alle edities eigenlijk ook opgenomen is, die zes maten langer is. Bach heeft zogezegd compositorisch een ingreep gedaan in dit stuk om het stuk ja, imposanter te maken. En ik zal graag even uitleggen hoe dat in zijn werk gegaan is. De vroege versie is in niet zo heel veel kopieën bewaard gebleven. Ik heb in deze kopie bijvoorbeeld, er is ook een afgifte uit de 18e eeuw, heel duidelijk zichtbaar dat bij het slot het een en ander ontbreekt. Dus de pedaalpartij en delen van de linkerhandpartij staan hier niet in. Dus die moet je als speler of als uitgever zelf aanvullen. Nou, dat is niet zo heel moeilijk, want daar kun je de andere versie ook te hulp roepen. Dit is dus de korte versie, de vroegere versie. Dit andere afschrift is van een Bach-bewonderaar, mogelijk zelfs een Bach-leerling, daar weten we ook de naam van. Dat is Johan Peter Kelner. Die heeft heel veel muziek van Bach overgeschreven en die geeft hier de volledige versie van dit stuk. We zouden kunnen zeggen de uiteindelijke, de definitieve versie. En eh, na dit preludium. Staat er iets bijzonders in dit afschrift? Er staat hier, en dan vertaal ik het even, hier volgt een trio voor twee klavieren en pedaal. Dat wil dus zeggen dat in de versies van Kelner, en er zijn nog meer van deze versies, een trio mag volgen. En we weten ook welk, want dat heeft Kelner keurig gekopieerd. Dat is het langzame deel uit de vijfde triosonade. Dus daarmee wordt deze prelude en fuga een preludium. Trio en fuga, een driedelig stuk dus. En alsof dat nog niet genoeg is, is er van deze compositie van Bach ook nog een B-versie. Dat is helemaal spectaculair. Um, daar is het hele stuk, de prelude en de fuga, getransponeerd naar BES. Dat is een hele toon omlaag getransponeerd. Na het preludium volgt er dan een kort adagio, een soort overgang. Dan volgt er een trio. Net als in de versie van Kelner, maar dat is een ander trio. Dat is een trio in G klein, en dat is afkomstig uit een sonate voor viola di gamba. Dus dat is een uh, kamermuziekwerk dat in een orgelversie terechtgekomen is. Daarna volgt een, weer een overgang, een tutti, dat eigenlijk een inleiding is tot de fuga. Dus dan krijg je een vijfdelig werk. Is alleen in een Engelse versie bewaard. Wordt uh, Bewaard in de British Library, maar heel interessant om dat ook te spelen. En zeker voor degenen die technische uitdagingen niet schuwen, het trio is zeer virtuoos. Dus u bent gewaarschuwd. Nu weer terug naar het Preludium. Ik heb al iets verteld over de verschillende bronnen. Ik ga nu eventjes de overstap maken naar de moderne uitgaven. Dan is het wat makkelijker te zien wat Bach nou precies aan dit stuk gedaan heeft. De oorspronkelijke versie begon eigenlijk als een uh, zogenaamd organistenpreludium. En wat moeten we daar nou onder verstaan? Dat is een stuk dat een, uh, begint met een orgelpunt. En daarna zetten de handen in uh, en die imiteren elkaar. Er is een motief dat je dan verwerkt en in verschillende stemmen laat terugkeren. Dat orgelpunt keert nog een keer terug op de toon G. Daarna volgen een aantal sequenties waarin dat motief ook weer verwerkt wordt in verschillende toonsoorten en uiteindelijk slotcadens in C groot en dan gebeurt er iets bijzonders, dan krijgt het pedaal een solorol en uh, de handen die spelen daar begeleidende akkoorden en in de bovenstem, de rechterhand, speelt daar een lange noot die van een triller voorzien is. Dus daarmee krijgt het stuk een briljant slot, maar dat vond Bach kennelijk toch nog niet monumentaal genoeg. Bach keek ook altijd heel goed naar de balans in een compositie. En bijvoorbeeld ook naar de balans tussen een prelude en een fuga. Bach heeft besloten om dit stuk uit te breiden. Op een gegeven moment. En aan het begin een heel nieuw motief toegevoegd. Dat ingezet wordt door het pedaal en beantwoord wordt door de linkerhand. En het bijzondere daarvan is de rechterhand zet ook in. En binnen twee tellen. Zijn de hoogste en de laagste tonen van het toenmalige orgel bereikt? En dat geeft een prachtig, majestueus begin aan dit stuk. In de derde maat uh, zien we dat Bach dat orgelpunt bereikt heeft. En in maat vier van het stuk uh, wordt op een hele ingenieuze manier de oude versie van het preludium weer opgepakt. En de notatie die Bach daarvoor gebruikt, is in feite een vorm van overlegato. De stemmen overlappen elkaar. En zo heel geleidelijk hoor je uit die uh, opening, met dat nieuwe motief, dat beginmotief van het vroegere preludium tevoorschijn komen. Ik zal even het moment laten horen. Nu is zo'n motief natuurlijk mooi om een stuk mee te beginnen, maar het moet natuurlijk wel eh, samenhangend zijn met de rest van het stuk. Het evenwicht moet bewaard blijven. Dus wat heeft Bach gedaan? Na die briljante pedaalsolo aan het slot eh, volgt nog een coda. Ik zal het even laten horen en dan laat hij in feite het begin van het stuk nog even terugkomen. Dus de slotcadens van het vroegere preludium plus de coda. Opvallend is dat eh, het oorspronkelijke preludium een lang slotakkoord heeft. De latere versie heeft een kort slotakkoord. Dat zou kunnen betekenen dat Bach hiermee wil zeggen: ga aansluitend door, eh, attaca met de fuga. Dan ga ik toch nog even terug naar de kopie van eh, Kelder, want die geeft ons nog wat informatie over de registratie van dit stuk. In de titel van eh, Kellners kopie staat heel duidelijk: Preludium in organo pleno, pedaliter. Oftewel, preludium in de plenumklank van het orgel, pedaliter. Dus met gebruik van het pedaalklavier. Pedaal wordt, zoals bij Bach eigenlijk bijna altijd het geval is, obligaat behandeld. Bach was een meesterlijke pedaalspeler en dat is ook in dit preludium heel duidelijk te merken. Het plenum, dat is een specifieke orgelregistratie die met name ook op dit altmaatse orgel heel veel mogelijkheden heeft. Ik heb beide versies van dit stuk ook in verschillende plena opgenomen. De kortere, oudere versie heb ik met het klassieke hoofdwerk -bovenwerk plenum opgenomen. En wat moet je daar nou onder verstaan? Op dit orgel gebruik je het hoofdwerk eigenlijk als basis van al je plenumregistraties. Dat betekent de prestant 16... Prestant 8, Quint 6, Octave 4, Quint 3, de octaaf 2, ruispijp en mixtuur. Dat is dan de basis van de klank. En dat koppel je dan aan het bovenwerk. Dat is een zogenaamde schuifkoppel, waarbij het hele klavier heen en weer schuift. Daarmee worden beide werken aan elkaar gekoppeld. En ook op het bovenklavier klinkt dan het prestante plenen, het prestante koor. Prestant 8, 4, 2 en een scherp, 4 sterk. Dat is een zogenaamd 16-voet plenum. Dus het prestant 16-voet vormt de basis, versterkt door de quint 6-voet. Dat is ook noodzakelijk op dit orgel, omdat op de scherp van het bovenwerk na alle mixturen een 16-voet basis hebben. Dan is er nog het pedaal. En het pedaal is op dit orgel eh, buitengewoon. Rijk uitgebouwd, dat is te danken aan de ombouw door Frans Caspar Schnietker. Het pedaal is volledig zelfstandig en Schnietker had ook bij de oplevering van dit orgel geen pedaalkoppels aangebracht. Dat is ook de reden dat, uh, dat ik die niet gebruikt heb in dit stuk. Speel je muziek bijvoorbeeld van Noord-Duitse componisten en Bach, dan is een pedaalkoppel eigenlijk niet noodzakelijk. De pedaalregistratie bestond bij dit stuk uit de prestant 16-8-4... Dan daarbij de quint 12, de roerkwint 12 en de quint 6. Vervolgens de ruispijp, dat is een, ook een prestantregister, een soort kleine mixtuur die een aantal prestante bundelt. En vervolgens een grote mixtuur, 8 sterk, met een briljante klank. Dat is het hele prestante En daaraan toegevoegd de tongwerken, bassuin 16, trompet 8 en trompet 4. En dan heb je een Pedaalregistratie die in, volledig in balans is met je manuaalregistratie. Je kunt het pedaal dus helemaal zelfstandig gebruiken. De Roerquin 12 eh, heb ik gebruikt om de ligging van het pedaal nog een 32 voet laagje te geven. Samen met de Prestant 16 voet eh, krijgt de Roerquin 12 eigenlijk de functie van eh, ja, akoestische versterker. De somtoon van Prestant 16 en roerquint 12 is een 32 voet. En daarmee wordt de pedaalligging, als het ware, nog een octaafje verlaagd ten opzichte van het klavier. Wat heel essentieel is bij uh, pedaalpartijen die over het hele pedaalklavier en soms zelfs de manuaalpartij uh, overstijgen. Het pedaal moet altijd de basnoot, de onderste toon van de harmonie, kunnen laten klinken. Dus dat over de registratie. Plenumregistratie, hoofdwerk bovenwerk. En voor de tweede, latere versie, een plenumregistratie, hoofdwerk, rugwerk. Schnitten heeft een groot aantal koppels, drie manuaal koppels eh, bij dit orgel gebouwd. Zelfs een koppel eerste klavier aan het derde klavier. Maar voor deze tweede versie heb ik de koppel rugwerk, hoofdwerk gebruikt. Dus dan koppel je het rugpositief aan het hoofdwerk. En dat is ook nodig, want in die mixtuur van het rugwerk zit ook alweer die. Quint 6 voet, een 16 voet score. Goed, dan gaan we even naar het stuk zelf kijken, een aantal aspecten daarvan. Um, in die plenen plank op dit orgel is het belangrijk dat um, je helderheid bereikt in je spel, maar ook dynamiek. En het touché van dit orgel is um, ja, niet zwaar te noemen, ook niet taai. Het is eigenlijk. Conform de dimensies van het orgel. Je voelt dat je op een groot instrument speelt, maar het is zeer goed handelbaar. Het is zelfs zo dat je allerlei subtiliteiten in je spel heel goed kunt vertalen naar de klank. Trillers, eh, articulaties, het is allemaal goed mogelijk. Wat wel een voorwaarde is, is dat je eh, bij het spelen op een orgel als dit gebruik maakt van eh, armgewicht. Dus het gewicht wat zich in je arm bevindt, en dat geldt ook voor het pedaalspel. Speel met dat gewicht, zodat je um, niet uh, met te weinig uh, gewicht, uh, en, of met, alleen met vingers bijvoorbeeld, um, je ornamenten moet spelen, passages, akkoorden moet spelen. Dan gaat het orgel zich tegen je keren. Dan merk je heel snel dat de klank aan substantie gaat verliezen en dat het pedaal de neiging heeft om wat achteraan te komen. Ik zal het even demonstreren. Even hetzelfde met de manuaal koppel erbij. Dan heb je dus wat meer toetsdruk. Dan wordt de klank wat vlak en je mist eh, zeg maar de alertheid die je nodig hebt. Zeker om het pedaal en het manuaal goed onder elkaar te houden. En dat wordt helemaal belangrijk aan het eind van het stuk. Ik zal nog even dit fragment laten horen. En het slot van het stuk, de coda: als linkerhand en pedaal echt synchroon moeten lopen. Als je dat niet eh, met voldoende gewicht speelt, dan dreigen die twee partijen die dreigen uit elkaar te raken. Ik zal het even laten gebeuren. ik het in feite vooral met ja, vingers gespeeld, pedaal met weinig gewicht. Nu nog even de versie met wat meer gewicht en moeten we eens letten op de orgelklank wat dat voor een enorm effect heeft. Het orgel reageert zogezegd direct op wat je als speler doet en je mag rustig zeggen een orgel van deze sublieme kwaliteit is je beste leermeester. Het orgel als je goed luistert geeft aan uh, zo klink ik mooi, zo klink ik niet mooi. Dan heb ik nog een paar uh, andere aspecten die ik graag nog even wil bespreken. Dat is bijvoorbeeld het tempo van dit stuk. We hebben al vrij vroege informatie van de eerste, een van de eerste uitgevers van een complete Bach editie. Conrad Gripenkerl die geeft de metronoomcijfer voor dit stuk. Kwartnoot 54. Dat is ongeveer dit tempo. Dat is een heel breed tempo. We zouden nu misschien zeggen: aan de langzame kant. Maar dan heb ik nog een leuke verrassing voor de virtuose onder ons. De pedaalsolo aan het eind van dit preludium bestaat ook in verschillende versies. En een van die versies is ook voorzien van trillers. In die versie is de triller voor de rechterhand weggelaten, maar de pedaaltrillers die zijn ronduit spectaculair. Ik zal het even laten horen: even de pedaalpartij Solo. Um, twee trillers per maat. En ook interessant om even te kijken naar de voetzetting. En voor die versie is dat tempo van Griepenkerl misschien wel helemaal geen slechte keuze. Dan wordt het hele preludium wat monumentaler. En het is technisch mogelijk om de pedaaltrillers te kunnen spelen. Dus dat is ook een mogelijkheid bij dit stuk. Mijn advies is dan wel om de manuaal triller in de bovenstem van de rechterhand weg te laten. Speel je die triller in de rechterhand wel, dan heb ik nog een, ook wel een technische tip daarvoor. Het is een lange triller, 2,5 maat. En um, het kan helpen om die triller rustig te beginnen op de hoofdnoot. Of wellicht de onderste kunde. En om hem dan te versnellen en om daarbij een wentelbeweging te maken. Dat helpt ook weer bij het gebruik van gewicht. Ik zal het even laten zien. Ik begin nog even in de maat waarin de triller start. Wat bij die wentelbeweging helpt, is om die trillen met de duim en de derde vinger, de eerste en de derde vinger, te spelen. Dan is die kantelbeweging is heel goed te realiseren. Verder zijn er in het stuk een aantal voorhoudingen met oplossingen die heel belangrijk zijn om die goed dynamisch te spelen. Daarmee is ook eh, het polsgebruik, flexibel polsgebruik heel belangrijk. Bijvoorbeeld in maat 7. Dus bij de oplossing van de dissonant helpt het mij het maken van een decrescendo om een opwaartse beweging te maken. En die oplossing, in dit geval de D als dissonant en de C als oplossing, die oplossing zacht te spelen. Decrescendo. Komt verderop in het stuk ook nog een keer terug. En tot slot eh, nog een andere, andere praktische tip. Eh, de cadence van het stuk... Die worden regelmatig um, um, van een triller vergezeld. En het is dan altijd handig om de hand die die triller speelt, in dit geval de rechterhand, daarvoor vrij te maken. Ik zal even een voorbeeld geven. Dus de linkerhand speelt. De rechterhand is dan vrij om de triller te spelen. Datzelfde doet zich ook voor in maat 19 en het wordt natuurlijk heel belangrijk bij die lange triller in maat 24, 25, 26. Dan is het essentieel dat de rechterhand vrij is voor de lange triller en de linkerhand de akkoordtonen speelt voor de begeleiding. Dus dat zijn zo een aantal belangrijke aspecten van dit stuk, die, uh, uh, ja, die goed zijn om je te realiseren als je op een orgel als dit aan de slag gaat. Tot slot uh, nog een paar notatiekwesties. In maat 7 is duidelijk te zien dat het akkoord van de linkerhand en de noot in het pedaal ongelijk van lengte zijn. Dat kan ook een praktisch nut hebben. Dat de akkoordtonen van manuaal en pedaal vlak na elkaar losgelaten worden. Dat kan soms ook consequenties hebben voor de windvoorziening van een orgel. Als je alle noten tegelijk loslaat, kan dat een schok-effect geven. Het kan heel mooi werken als je die noten inderdaad diminuendo vlak na elkaar loslaat. Dat zijn eigenlijk een aantal ja, hoofdzaken die ik graag wilde belichten. En dan zou ik willen voorstellen dat we nu gaan luisteren naar de tweede versie van het Preludium, de latere versie, door Bach uitgebreid met 2x3 maten. Dank u wel voor uw aandacht.